De ontwerpwet beschermde dorpsgebieden is gistermiddag met algemene 37 stemmen aangenomen. De regering kan zich helemaal terugvinden in dit wetsvoorstel over de bescherming van woon- en leefgebieden van inheemsen en Marons. Dit deelde Edgar Dikan, minister van regionale ontwikkeling, het parlement mee tijdens de behandeling van deze wet. De initiatiefnemers van ontwerpwet beschermde dorpsgebieden willen vooral de ongecontroleerde uitgifte van concessies in het binnenland een halt toeroepen. Dikan benadrukte dat de goedkeuring van deze wet een grote geruststelling zal zijn voor dorpsbewoners. De bewindspan zei echter dat deze wet nog geen goedkeuring is van de grondrechten van inheemsen en Marons. Wat betreft de wetswijziging benadrukken wij ook dat het hier niet gaat om het grondrechtenvraagstuk. Wel worden er condities geschapen omdat in het natraject zeker zal helpen bijdragen bij het oplossen van het vraagstuk. En zeker dat wij in alle rust het traject uitgezet in ons stappenplan, dat we dat kunnen afleggen. Natuurlijk is het heel vervelend dat je in zo'n traject zit, waarbij je toch wel vertrouwen nodig hebt. Dat je met de belanghebbenden, de partners, dat we in een goede sfeer de zaak moeten doorlopen. En dat je plotseling hoort dat er weer iets is uitgegeven door jezelf, de overheid. Hoewel alle parlementariërs achter deze wet stonden, waren er enkele punten waarover ze van mening verschilden. Met name over de kwestie Nieuw Koffiekamp hebben de volksvertegenwoordigers voorafgaand aan de aanname flink met elkaar gediscussieerd. Ik proef wel een soort van energie hier, dat er eigenlijk niet, men wil dit punt niet aanraken. Maar ik raak het wel aan, voorzitter. We hebben een wet hier en die wet zegt duidelijk. En als ik die artikel 3 lid 1 niet begrijp, dan vraag ik dat de initiatiefnemers nog een poging ondernemen om mij te vertellen wat in artikel 3 lid 1 staat. En nogmaals, mijn conclusie is dat het dorp Nieuw Koffiekamp na de bekrachtiging en afkondiging van deze wet, voorzitter, de rechten die IM Gold heeft op het dorp, want dat deel van het dorp waar de nederzettingen, de huizen van de mensen zijn, daar heeft, voorzitter, het goudmijnbedrijf nog geen activiteiten ontplooit. Aan weerszijden van het parlement, we weten dat er onrecht is aangedaan in de case Nieuw Koffiekamp IM Gold. Maar voorzitter, ik wil een beroep doen op het parlement om deze wet waarmee we bezig zijn niet te laten overschaduwen met dat incident, Nieuw Koffiekamp. Assembleelid Marinus B. en daarvoor André Misikaba tijdens de behandeling van de wet beschermde dorpsgebieden. De wet is met algemene 37 stemmen goedgekeurd.